Welkom bij NL Magazine. Ik ben Maurice. En ik ben Ricardo. En vandaag gaan we het hebben over handige laptopaccessoires. Zo, Ricardo. Weet jij hier iets vanaf? Dit soort producten. Nou Maurice, om heel eerlijk te zijn, ga ik het van jou overnemen. Want Okay. Wat ik laatst van jou hoorde, dat jij hier veel meer ervaring mee hebt. Dan ben ik, dan moet ik toegeven dat het zo is. Want ik heb sinds kort een laptop gekocht waarbij geen DVD-speler in zit. Dus ja, wat doe je dan met al die oude DVD'tjes? Die kan je weggooien of je kan zo'n ding kopen. Dit sluit je aan met USB-poortjes. Hup, erin. En je hebt je DVD-speler weer terug. Simpel, hè? En kan je daar ook gewoon de normale CD's kan je daar mee afspelen? Kan je daar nou ook Blu-ray mee afspelen? Niet met deze. Nee, dit is echt alleen bedoeld voor DVD en CD's. Okay. Dus er bestaan nog andere varianten, maar het is niet deze. En ik zie er wel bij staan dat het ook een writer is. Ja. Dus je zou dus ook CD's en DVD's kunnen branden. Klopt. Dat kan je zeker mee doen. Dus kan je ook backups mee maken, een kopietje maken. Het wel even legaal blijven, anders krijg ik een schadeclaim. Dus, ja. Nou, helemaal duidelijk. Maar ik heb hier een USB-hub. Ja. En daar weet jij ook meer van. Ja, kijk, want wat je vaak hebt met dit soort laptops, is dat je misschien 1, 2, soms 3 USB-poorten hebt. Nou ja, stel voor je gaat deze aansluiten. Sommige varianten hebben zelfs 2 USB-poorten nodig. Eén voor de voeding en één voor de data. Nou, dan ben je al 2 kwijt. Dan stop je je muis erin en dan ben je alles al kwijt. Dan hebben we eigenlijk wel helemaal geen USB meer over. Precies. Dus als je naar deze op aansluit, krijg je een paar extra poortjes. En kan je meerdere producten op aansluiten. Dus ook dit ding is gewoon erg handig. Kijk, er zijn nog heel veel andere accessoires. Maar deze accessoires, zeker als je een laptop hebt zonder DVD-speler, is aan te raden. Nou, dan ga ik jou bedanken voor jouw goede uitleg, Maurice. Nou, dankjewel, Ricardo. En kijkers, u ook weer bedankt. En tot ziens.